De 68-jarige Peter van Dongen is bewusteloos naast zijn auto gevonden. Dat gebeurde op 20 mei 2022 bij het Dongelens Kanaal. Een voorbijganger belde 112. Een week later overleed hij in het ziekenhuis. De politie heeft gelijk een groot onderzoek gestart en dat loopt nu al meer dan een jaar. Inmiddels zijn er 4 verdachten aangehouden, maar er is nog wel veel onduidelijk over Peter zijn dood. De hoofdofficier van Justitie Oost-Brabant heeft daarom een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Ook wil de politie in contact komen met de persoon die een anonieme brief stuurde naar het rechercheteam. Een toelichting op deze brief zou namelijk enorm helpen. Heb je informatie over deze zaak? Tip dan de politie. Deze nummers kun je ook terugvinden in de comments.